Alex, we hebben echt te veel kipnuggets gegeten. Oh. Ik ben helemaal dik aan het worden, Jesse. Maar misschien moeten we naar de sportschool, zodat we echt super sterk worden. Want ik zie hier allemaal hele gespierde mensen. En dat wil ik ook Jesse, worden. Kunnen we niet gewoon thuis op de bank lekker nog weer chippies eten? Nee, Alex, we moeten proberen zo sterk mogelijk te worden. Daar draait deze hele game om. Oké. Ik ga bank drukken. Kan jij me spotten? Ik ga achter je staan. Ik ga je helpen. Kom op. Go, Alex. Ik ga ook bankdrukken. Er zijn twee marshmallows staan en ik ben het nu al klaar. Ik ben ook een bankdrukken. Of je moet klikken. Je moet klikken. Kluk, 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 kluk. Twee marshmallows, dat zijn twee augurken. Dat zijn twee augurkenplakjes. Daarom stinkt het zo. Augurken stinken echt heel erg. Gadverdamme. Volgens mij, Alex, moeten we zo sterk mogelijk zien te worden. Zodat je uiteindelijk kan winnen met... ik weet niet of het een race is. Ik ga het even proberen. Ja, we moeten racen, maar het is een beetje een conditierace, denk ik. Hallo, meneer. Ik ga nu racen met deze meneer. Het is geen conditierace, want er zit namelijk ook een gewicht achter je. Dus we moeten... We moeten het gewicht vasthouden. Ja, je moet rennen en je moet heel sterk tegelijk zijn. En ik heb gewonnen van de allerslechtste meneer die er is. Dit meen je niet. Ik doe mijn best om van hem te winnen. Ja, het lukt me. Lukt het jou om te winnen? Jup, ik heb gewonnen. Jij bent aan het vals spelen, hè? Jij hebt dingen gekocht, hè? Wow, dat is niet waar. Ik heb helemaal niks gekocht. Het enige wat ik heb gekocht was die zak chips gisteren. Jij hebt gewoon keihard getraind. Een zak chips, ja. Wat zat er in die chips? Zat daar wat in waardoor je sterker wordt of zo? Er zat een beetje pre-workout in. Jij bent ook je hele buik kwijt. Oké, ik moet dus wat doen. Ik heb hier een paar dailies. Ja, maar en, sommige hebben ga daar ik gewoon de claimen voor. Ja, ik heb een paar dailies geclaimd. En ik kan nog even aan het rad draaien. En dan krijg ik, als het goed is, ook nog heel veel spierballen erbij. Oh, dat is zo slim. Dat ga ik ook doen. Ik krijg een ratje met 5% erbij. Wat heb ik daar nou weer aan? Een ratje? Ja. Oh, ik kan nu nog twee keer aan het rad draaien. Oh, daar ben ik wel blij mee. Kom op. Ik wil spierballen krijgen. We krijgen 20% meer winst erbij. Daar ben ik wel blij mee. Die heb ik ook gekregen. En ik mag nog een keer aan het rad draaien. Ik mag maar 3 keer aan het rad draaien. Ik wil 100 keer aan het rad draaien. Dat is hoezo veel leuker. Hoezo mag jij zo vaak? Omdat ik dat heb gewonnen. Jesse? Nee, ik heb niks gekocht. Nog niet in ieder geval. Ik ben wel van mijn buik af. Daar ben ik best wel blij mee. We moeten weer trainen. Ja, een paar gewichten nog even hoor. Je kan verschillende dingen trainen, zie je dat? Je kan je borst trainen, je biceps en je benen. Oh, dat vind ik waar ook inderdaad. Als je naar benen gaat, klik dan... Nee, je kan... Je moet op verschillende apparaten. Dit is voor je borst. Oh, maar dat vind ik veel leuker. Benen trainen vind ik echt niet leuk. Ik ga even mijn armen trainen, hoor. Ik moet ook gespierde armen krijgen. Let's go. Maar ja, daar zeg je me ook wat inderdaad. Ik moet ook... Hier de armen krijgen. En ik wil ook meer winst. Want uiteindelijk met die winst... Wat kan je met die winst? Je kan eitjes openen. Misschien moeten we een eitje openen. Ik kan al 1 eitje openen van 150 winst. Hoeveel winst heb jij? Ik heb er 148. Dan kan je net niet deze kopen. Nee, ik ga hem wel kopen. Ik ben heel sterk aan het worden nu hoor. Ik denk wel dat jij sterker bent dan dat ik ben. Maar ik heb nu een pet gekregen. En als het goed is, krijg ik dan nog meer spierballen erbij. Oh, Jesse, mijn armen worden echt mega! Niet te groot worden, hè. Dat zit helemaal niet lekker. Want dan moet je allemaal nieuwe kleren kopen. Dat is ook niet echt heel leuk. Maar ook. En ik heb helemaal geen centjes om nieuwe kleren te kopen. Ik ben even op de loopband, hoor. Want dan krijg je heel veel beenspieren erbij. Zo. Oké. Ik ga nog door met mijn armen. Ik wil gewoon... Mijn benen mogen letterlijk kipfiletjes worden als ik maar grote armen heb. Hoeveel spieren krijg je er per seconde bij? Volgens mij krijg je er heel veel bij door de pet die ik heb. Heb jij een pet? Hoe kom je daar nou weer aan? Ik heb een eitje geopend doordat ik 150 winst zat. Oké, dan moet ik misschien nog iemand gaan uitracen om te uitdagen om te racen. Ik ga ook weer even racen. Misschien kan ik nu wel van deze noob winnen. Van deze ik streamer. Ik ga nu van de nerd met de nerd racen, maar hij is net sneller dan dat ik ben. Met de nerd racen? Ander heb je 2000 spierballen voor nodig. Wacht even. Ik heb de nerd ingehaald. Ik heb gewonnen. Heb je de nerd ingehaald? Betekent dat ik geen newbie meer ben? Je bent nog steeds een noobie. Jammer dat we niet tegen elkaar konden racen. Anders had ik 100% gewonnen. Oh ja, jij wel, flinkert. Ja, ik heb nu 2000 spierballen. Kan ik nu van de nerd winnen? Ik hoop het wel. Ik heb 166 winst, zodat ik een nieuw eitje kan openmaken. Alex, ik ben ook van de nerd aan het winnen. Of nou, bijna. Rennen. Het was spannend, maar ik heb gewonnen van de nerd. Let's go. Ik heb een squirrel gekregen. Wat heb jij uit je eitje gekregen? Een squirrel. Een squirrel? Wat is een squirrel?
Dat weet ik niet. Ik wil ook weer een eitje openen. Welke kleur was die? Kom maar, die is echt heel slecht. Oh, ik... welke is jouw kleur dan? Ik wil niet eens eentje achter je aanlopen. Niemand wil met jou meelopen. Duh. Mijn is groen. Ik heb een bij. En ik ga nu racen tegen de bos. Let's go. En dan ga ik winnen. Oké, Alex, de bos die is echt veel sneller dan dat ik ben. Is dat zo? Ja, sterker nog, ik ben echt heel slow. Maar hij is namelijk nu al over de finish, terwijl ik nog aan het rennen ben. Ik krijg er zoveel sterkte bij elke keer dat ik opdruk. Hey, ik heb echt mega armen. Ben je aan het opdrukken? Okay, ik moet ook weer even trainen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij sterker wordt. Alex, dit is optrekken. Ik ben best wel sterk aan het worden, eerlijk gezegd, hoor. Dit is optrekken, niet opdrukken. Dat is toch wel heel anders. Hetzelfde, allebei hetzelfde. Helemaal niet. Hoeveel krijg jij per seconde erbij? Ik 4,5. 4,5, ik 12. 12? Yep, daarom ben ik mega sterk. Maar dat komt omdat jij op dat volgende level kan. Dat kan ik trouwens ook. Zo, ik krijg nu 13 per seconde erbij. Dat is net meer dan wat ik krijg. Wat oneerlijk. Welke levels zijn jouw spierballen? Dat kan je links zien. Mijn is nu level 5. Mijn spierballen zijn al level 7. Daarom zijn ze echt mega. Maar al kijk je naar degene die hier naast mij zit, dan is die echt heel groot. Die is echt heel gespierd. Mijn armen zijn heel groot. Alleen mijn borst is nog heel klein. Dus ik ga even bankdruk, hoor. Dat is gewoon mijn doel om echt mega armen te krijgen. De rest maakt me niet zoveel uit, denk ik. Beide mega armen, mega borst. Mijn benen trainen vind ik helemaal niet leuk. Want dat vind is echt ik heel dus zwaar. Ook echt heel stom altijd. Oké, ik heb wel een hele sterke borst. Hoe groot zou je wel niet zijn als je op die gouden kan? Je hebt namelijk een VIP-bankje. Wow, moet je daarvoor betalen? Ja, hoe duur is dat? Waarom is sport altijd zo duur? Dat kost echt heel veel. Dat ga ik absoluut niet doen, want zoveel geld heb ik helemaal niet. Ik heb wel weer heel veel spierballen gekregen. Kan ik niet weer iets kopen? Wat kan ik allemaal kopen? Ik kan wel weer een gift openen. Oké. Okay. Dat is zo grappig, want ik word zo sterk. En mijn benen zijn dat echt totaal niet, want die zijn nog steeds level 1. Terwijl mijn armen al level 10 zijn. Nou, mijn benen zijn op zich best wel sterk. Maar ik denk dat ik even naar de winkel ga en... Alex, sorry. Ik wil sterker worden, dus ik ga even een potion kopen, zodat ik nog sterker word. Ben je nou Robux aan het uitgeven? Ik ben geen Robux aan het uitgeven. Hoe kom je daar nou weer bij? Echt niet. Misschien koop ik ook nog wel even dubbele winsten bij. Zo. Oh, wat? Ik ben helemaal niks aan het uitgeven. Hoe kom je daar nou weer bij? Dat is zo oneerlijk. Dat is helemaal niet oneerlijk. Maar heb je mijn armen gezien, Jesse? Die zijn mega. Waar? Wow. Jij hebt veel grotere armen dan dat ik heb. Yep. Alex, ik wil die potions aanzetten, maar ze doen het helemaal niet. Ha! Loser! Hoezo loser? Dat is toch niet leuk? Ik ga mijn benen trainen, want dan heb ik namelijk hele sterke benen. Terwijl jij geen sterke benen hebt. Oké, ga jij lekker je benen trainen, dan doe ik lekker mijn armen. En dan gaan we wel 10 die er wint met armpje drukken. Ja, en welk level zijn jouw benen? Want dan ga ik winnen met beentje drukken. Dat is mijn level 1 benen heb ik. Ik heb level 8 benen, dus ik ben sowieso sterker met benen. Veel sterker dan mijn beentjes. Ik wil eigenlijk weer even een win halen. Dus nerd, sorry, maar ik ga jou weer even verslaan. Dan kan ik weer het eitje kopen en dan kan ik nog sneller sterker worden. Zo, de nerd kan ik nu echt heel makkelijk verslaan. Hij moet bijna huilen. Ik moet ook echt weer... Is die aan het huilen, de nerd? Ja, misschien wel een klein beetje zielig. Ik ben er misschien een beetje aan pesten, maar dan komt er een super... De nerd is ook wel echt een nerd eigenlijk, super hoor. Gespeed. Let's go. En ik heb weer heel veel winst. Ik heb nog steeds niet genoeg winst. Ik krijg echt heel weinig winst bij als je de nerd verslaat. Dat is echt niet leuk. Oh, mijn buik is ook al level 9. Bijna level 10. Boven mijn benen dan nog steeds. Betekent dat je heel veel hebt gegeten? Dat je nu nog dikker bent geworden? Want dat is nou niet ja, de bedoeling, dikker, hè? Ik ben gewoon super sterk geworden. En om sterk te worden moet je ook wel goed eten. Ik heb vooral heel veel broccoli gegeten. Eet je broccoli, want dan word je sterk. Ik wil een potion aanzetten, maar hij doet het niet. Mijn potion doet het niet, maar ik heb wel weer een gift. En ik krijg... Ik heb 100 winsten bij gekregen. Dat betekent dat ik weer een eitje kan openen. Dus ik ga een eitje openen. Ik ben zo groot. Waar ben je... Wow, je bent veel groter dan ik ben. Maar er staat als een noobie boven je hoofd. En ik heb ook een squirrel. Een squirrel. Ja, ik ga vechten tegen iemand die heel moeilijk is om te verslaan. Hij heeft namelijk een hoed op. Ja. En ik versla hem ook nog eens heel snel. Heb jij die derde al verslagen? Nou ja, bijna. Bijna, hij kan me nooit meer inhalen. Ik heb hem verslagen. En hij is aan het huilen. Dat is zielig, Alex. Het feit dat je spieren hebt, betekent niet dat je opeens een pestkop kan zijn, hè? Nee, ik ben de pestkop niet. Hij is de pestkop, duh. Oh ja, hoeveel spieren krijg je nu per seconde erbij? Ik ben nu mijn armen aan het trainen. Ik hoop dat ik gewoon echt dikke spierballen in mijn armen krijg. Ja, ik weet niet hoeveel ik er per seconde bij krijg, maar het zijn er tenminste wel echt heel veel. Ik heb 37, let's go. Uiteindelijk is mijn doel dat ik alles gewoon 10.000 heb. En hopelijk word ik dan echt
Net als de Hulk. Alleen dan niet ik groen. Ik heb alles 10.000 behalve mijn benen dan. Maar dat heb ik dus niet nodig. Want ik kan toch rennen met dunne benen. Heb je alles al 10.000? Jij bent echt aan het vals spelen, hè? Dat is zo niet waar. Nee? Hoezo ben je dan zo sterk? Omdat ik gewoon... Goede spieren heb. En goede geneten. Hoe heet dat? Weet ik niet. Gewoon goed lichaam. Ik vind het raar om te zeggen dat jij een goed lichaam hebt. Want ik heb een beter lichaam. Zo. Alleen omdat je grotere benen hebt. Nee, ik heb een veel grotere chest. Oké, maar heb jij meneer Onmogelijk al eens verslagen? Nee, maar ik kom dat ik aan het trainen ben, zodat ik hem keihard kan verslaan. Ik ben nu twee oranje... Of nee, paarse schijf aan het tillen. Ik was even de kleur hartstikke vergeten. Leuk. Ik ga hem nu voor de derde keer verslaan. Ga je voor de derde... Hoeveel winst heb je dan wel niet? Dan kun je weet nog ik niet, meer eieren ik heb er heel kopen. Veel nodig, want dan kan ik een nieuw ei openen. Ik ga weer even mijn benen trainen. Ik heb bijna alles 10.000. Ik moet alleen mijn benen nog 10.000 krijgen. Zo, eerst even trainen dat ik dit naar 5.000 kan krijgen. Dan mijn benen nog even trainen. Alex, weet je zeker dat je dit gaat winnen van mij? Hm? Ja, want ik heb bijna 300 trofeetjes al. 300 trofeetjes? Maar kan jij de bokser al verslaan? Die is denk ik echt heel sterk. Hij heeft echt een heel groot gewicht naast hem liggen. Dat is echt moeilijk. Ja, dat is degene die ik dus 3 keer heb verslagen. Maar het enige wat ik de hele tijd krijg uit mijn eitjes zijn nieuwe acorns. Heb je de bokser al verslagen? Ja, al 3 keer. Ik dacht dat jij de bos bedoelde. Oké, ik ga eerst even de bos verslaan hoor. Eens even kijken of ik deze makkelijk kan verslaan. Let's go. Oh, de bos die versla ik echt heel erg makkelijk. Misschien kan ik ook die eerste al verslaan. En over de finish. Let's go. Ik zie jou letterlijk in de verte over de finish lopen. Ik ben echt super sterk. Kijk, mijn flexen met mijn spieren. Oké, ik kan weer een eitje... Oh nee, ik kan geen eitje openen. Weet je wat, Alex? Ik heb wel. Kun jij een eitje openen? Oh, ik heb een epische koe. Een epische koe? Waarom heb jij zoveel geluk? Ik weet het niet, omdat ik misschien eerst heel veel stomme eekhoorns kreeg. Sorry jongens, ik vind het niet echt stom, maar ik ben wel blij met mijn epische koe. Terwijl ik de hele tijd aan het rennen was en allemaal dingetjes aan het kijken in de winkel, heb jij gewoon zo hard getraind, waardoor je gewoon sterker bent geworden dan ik. Yup, en ik krijg er nu zoveel strength bij als ik ga trainen. Ja, ik krijg nog meer strength erbij straks hoor. Wacht maar, want ik ga ook weer een eitje openen en ik ga een legendary krijgen. Let maar op. Hallo, eitje, ik ga jou kopen. Ik had al lang al kunnen winnen. Geworden? Weet ik niet. Ik heb ook een epic koe. Let's go. Oh, dat hebben we hem allebei. Hoezo ben je daar niet blij mee? Dat is toch leuk? Nee, dat vind ik stom. Ik moet ook nog echt een keer mijn benen gaan trainen, want dat heb ik nooit gedaan. En mijn benen zijn eigenlijk wel echt heel klein. Er staat nog steeds een noobie boven ons hoofd. Dat snap ik nou echt niet, hè? En ik snap ook niet waarom mijn potions niet werken. Wow, mijn benen zijn gelijk echt mega. Mijn benen zijn gelijk level 8 in plaats van level 1. Alex, kijk uit. Je wil je benen niet te groot krijgen, want dat is ook niet zo heel mooi. Nee, dat is waar ook. Ze worden nu wel echt mega. Hoeveel spierballen krijg je nu per seconde erbij dan? Ik 57. 57, ik 55. 55? Ja, dat betekent dat ik sterker ben. Oké. Ik ga kijken of ik nu de impossible kan verslaan. Kijken of je echt impossible wist. En anders vind ik dat ik gewoon alles sexy ben voor allemaal. Let's go. Ik moet gewoon keihard klikken. Alex, ik ben sneller dan de impossible, meneer. Oftewel, ik ben de sterkste van allemaal. Eigenlijk, hoe sterker je bent, hoe zwaarder je bent, hoe minder snel je kan rennen, dacht ik altijd. Ik dat heb gewonnen. Dat is inderdaad best wel waar eigenlijk. Maar misschien is het ook wel dat je super sterk bent, omdat je dat gewicht kan tillen. Yeah. Maar dit was de video. Klik even hier of hier op een andere video. Ik zie hem. Toen wil je zeker niet missen. En schat weg in 3, 2, 1.